We rijden nu onder Dijon op de kavelroute. Nee, ja, we rijden op de route van de Grand Cru van de Bourgogne in ieder geval. En het weer is een beetje dit er dus. Hopen dat de zon nog een beetje gaat schijnen. Neergezet buiten de stadsmuren van Langres. Het weer is redelijk. Port de Moulin. Vlakbij een grote parkeerplaats, gratis 200 plekken. Ik kan je vertellen dat het sfeertje hier heel anders is dan het zal zijn geweest 25 jaar geleden. Totaal veranderd. Het lijkt wel uitgestorven. Er loopt vreemd volk rond. Je hebt echt gewoon het idee dat je als toerist niet wil opvallen. Ik vind het echt jammer. Ik bedoel, de stad is mooi. Maar hoop dicht, hoop verval. Viezigheid op straat. Dit parkje is dan weer mooi. Kathedrale. Het is een en al monument, heel Langres. Een vestingsstartje. Prachtig mooi, gewoon prachtig mooi gebouw. Zoals gewoonlijk, als ik een kerk film, gaan de klokken luiden. Wat is het, de Indy? Wat is het nou toch, grote vriend? Oké. Okay. Nou, hij vindt deze muur geloof ik niet zo. Maar een pootje. Dank je wel, lieverd. Wat hoor je nou toch allemaal? Kraaien? Dit is apart. Maar het was een hele levendige studentenstad in mijn beleving. En het is zo dood. Thank you.
ons heel erg opvalt, is dat al die hele leuke pandjes over het algemeen te koop zijn. Leeg staan. Al die tentjes, die leuke winkeltjes, dus allemaal weg. Doodzonde. Ze moeten voorzichtig zijn voor de stoep. Moet je kijken, dat gaat echt maar net. We kunnen makkelijk meedoen met onze kar, joh. Deze is mooi. Nou, de eigenaren zijn net zo oud, Geer. Zou je zo in je kamer zetten als bar? Let op, hè? Let op, er komt er vast weer een. Axe, axe. Landschap is heel erg landelijk. Het is een leuk spelletje, auto's jagen. Oh. Wat jagen? Thuis jaagt die muizen. Dat ik geen vriendinnetje meer ben van Truus Truus. Kijk waar we nu weer zitten. Een officiële route. We zaten hier. Deze, want we gaan hier heen. Pikt ze hier zo'n geitenroute. Midden in het veld. En ik had het helaas te laat door, want het draaien op zoiets in die natte bermen is heel vervelend. Dus we rijden hem maar weer. In de middenberm. Dit is dus tweebaans. Geitenpad. Oh my god. Nou, één voordeel. Er is geen afgrond aan één kant. Dat scheelt weer. Voor de rest is het nog steeds jungle route. We gaan naar een aardig klimmetje omhoog. En het gaat 3 kilometer duren, dit. Nou. Oh, je molly. Dit betekent dat het eerste uur het bier niet open kan maken. Alsas. Heb je alleen maar schuim. Oh shit. Truus op de smalst. Nou, het kan nog smaller. Hè? Nog smaller. Die wil ik in passeren. Die kunnen elkaar waarschijnlijk nog wel passeren. Ja. Niet als er nog een camper komt die dezelfde navigator gebruikt. We hebben al zoveel krassen in. Aan de zijkant en op het dak van takken en struiken. Nou, gelukkig zelf geschilderd, dus het is allemaal niet zo ramp. Maar met een nieuwe camper ben je niet blij. Wow, wat mooi. Wow. Wow.
hem nog? Heb je hem links ook nog? We moeten ongeveer elke 5 kilometer stoppen om het wieldop weer vast te maken, want al dat gebonk en geknal. Nou ja. Ja, hij zit los. Hè? Hij zit los. Hij zit weer los? Ja, hij is weer los. Nou, fijn. Een stukje horizontaal zoeken. Want nu gaan we stil naar beneden. Is hier deze weg goed? Nee, ik denk dat niemand weet dat die bestaat. De Twilight Zone. Want dit is haar korte route naar de camperplaats. Die armen. Leuke hobby. Nou, volgende 5 kilometer. Je blijft er in ieder geval slank bij. Wat heb je gedaan in je vakantie? Nou, mijn wieldop vastgedrukt. Ja, we hebben hem al met een tie wrap vast, want anders was hij al weg geweest. Hier rijdt een auto. Ja, dat zal de officiële weg zijn. Oh, het wordt nog smaller. Oh, we gaan naaien. Hier, kijk, 11%. Slipgevaar. Ah joh, waarom zou je de gewone weg nemen als je dit kan? Dat is veel leuker, toch? Mooi, oh, joh. Dan komen we weer via de achterbuurt het startje. Oh, stijl. Wil je dat je hier naar huis gaat? Ja. Dat is wel een heel grappig landschap. Het is heel stil overal. Chemin de la Corvée. Camperplaats in Pompière, onder het château. Ben benieuwd. Het is weer een leuk kerkje. Le Mouzon heet het hier in plaats van La Meuse. Oh, kijk, oh, daar staat erin. Nee, meen je dat nou? Is dat de camperplaats? Jo, gaat heen. Nou, weet je. Die staat ook helemaal in het midden, dus je kan het shaken. Oké, die van Pompière is dus tegen een schuur aan. Zoals jullie zagen, afgekeurd door ons. Twee plaatsen. Nou, hij heeft hem echt helemaal met zijn stoeltjes ook afgebakend. We staan hier geparkeerd op Truster Jungle Route. Midden in het bos. Hier gaat een heel klein watertje. En wat staat hier? Midden in het bos. Het zal een bosheilige zijn, denk ik. Hij is vreselijk goud geschilderd. Heeft hij nou een lamp tussen zijn benen? Het doet wel heel erg Ardens aan, dit. Er gaat daar een heel klein waterstroompje. Daar staat hij, die staat hij te bewaken, denk ik. Geen idee waarom daar zo'n enorm standbeeld staat. Midden in het bos, maar wel grappig. Nou ja, officiële. De officieuze weg, Goncourt ingereden. Hopla. Nou, het is wel prima zo, toch? Een hele mooie plek. Helemaal goed, goud. Loopt ons echt te controleren. Die fietsen het ook zonder gedachten te zeggen. My god, dat is de plaatselijke politie, denk ik. Dat vind ik redelijk walgelijk. Ik zwaai de naar de. Misschien kleurt ze wel van de fiets af. Voor het lol moeten we gewoon echt hier achter die bordjes gaan staan. Kijken of ze terugkomt. We hebben op het terrein ook al verschillende keren auto's zien gaan. En een mannetje met een stok die harder loopt dan ik. We worden echt flink in de gaten gehouden. Brrr. Ja, dat geeft me ook een beetje een vreemd gevoel. Wil je dat? Hier weer. We zijn weggegaan.
gaan bij de R bij Goncourt. Omdat we daar als een soort aapjes in een doosje werden bekeken. Steeds dezelfde mensen die er constant overheen gingen over het terrein. En stonden lui vanuit het tuintje echt constant naar iedereen te gapen. We liepen een pad in langs het water en dat liep dood. Dus we kwamen terug en toen ontdekten we dat die mevrouw al die tijd achter ons aan was gefietst. Ja, ze heeft daar natuurlijk ook niks te doen. Ik bedoel, want het is een doodlopend pad, dus waarom zouden ze daar fietsen? Schrikken er ook al, dus. Ja, en we hadden het al eerder gezien en toen had ik er bonjour gezegd. Toen keek ze gauw weg. Dus toen had ik al zoiets van, oké. Dat is een beetje een introverte mevrouw. Wij noemen dit een supergevalletje incest. Het zal. We hebben er niks te zoeken, er zijn airs genoeg. We gaan gewoon naar de volgende. Nee, het was heel erg. Geer had het ook, het gevoel dat we niet welkom waren en dat ze ons liever wegkeken. Er waren ook veel mensen die wegreden ook. Dat was toch wel een teken aan de wand. Er kon eigenlijk niks. Je mag geen stoel buiten zetten, niks. Heel groot verbodsport ook. Gendarmerie wordt er ook op afgestuurd. Kost je €90, geloof ik, als je dat doet. Ja, dat voelt niet gastvrij. Nee. Op zich, weet je, mensen stellen regels, prima. Maar als je gaat wandelen, verwacht je toch ook niet dat je de plaatselijke burgerwacht achter je aankrijgt. Stel je toch voor, joh. Nu gaan we naar Livol-le-Grand. Een gratis camperplaats.